De ophef over de moderne beeldenstorm woedt voort. Want na premier Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma mengt nu ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zich in het debat over het Nederlandse slavernijverleden. Door de standbeelden te verwijderen en de namen van straatborden en tunnels te veranderen, stimuleer je slachtofferschap, aldus Dijkhoff. In het stuk noemt u deze discussie gedoe en vermoeiend. Waarom? Omdat ik niet zie dat de discussie ons verder brengt. Ik zie niet dat de discussie ook gevoerd wordt op een manier dat iemand zegt, joh, ik heb ergens een probleem mee. Nou, laten we naar gaan kijken, hoe zit het precies? Maar wordt het dan beter als je het vermoeiend en gedoe noemt? Nou, lucht mij op, dus dat hielp. Bovendien is er tegenwoordig sprake van georganiseerde gekwetstheid. Mensen die nooit iets negatiefs hebben gevoeld bij Koen, Witte de Wit, Maurits of Pirke Donders roepen ineens schande als ze een eenzijdig stuk lezen over hun historie, zonder zelf kennis te nemen van het hele verhaal en de context van die periode. Ik heb ook niet de indruk dat zo'n uitspraak, waarin je als het ware zegt dat de groep dat moedwillig samen als groep gekwetstheid gaat uitdragen, dat je dan bezig bent de kramp uit een discussie te halen, maar eerder te zeggen, jullie staan daar met jullie georganiseerde gekwetstheid en ik sta hier of wij staan hier. Ik zie niet echt dat er toenadering wordt gezocht tot de kramp eruit. Ja, ik denk dat er een bepaalde, hele kleine groep er zo radicaal in zit en vooral mensen wil opjutten, dat ik daar ook eigenlijk nu toenadering niet toe zal vinden, wat ik ook zeg. Want dan moet ik eigenlijk hen eerst gelijk geven om een ticket te krijgen tot de discussie. De maatschappij is voortdurend onderhevig aan veranderingen, ook uitingen die we zien. Dus ook straatnamen veranderen, die worden gewijzigd. Een Stalinlaan in Amsterdam is de Vrijheidslaan geworden. Dat juichen we allemaal toe. Dat vinden we sowieso nooit. Ik bedoel, welk moment van de geschiedenis leek Stalin een goed idee, zou ik zeggen. Maar, ik kan dat alleen maar van harte beamen, inderdaad. Maar wat ik daarmee aan wil geven is, daar zit een ontwikkeling in. Niets is in beton gegoten. De maatschappij is een levend organisme. Zeker. En zou het zo zijn dat u zich kan inleven tot een zekere hoogte, dat mensen daar last van hebben en dat u zegt, oké, laten we kijken naar manieren om wel nog die geschiedenis tot onderwerp van gesprek te maken. Dat we het niet uitwissen, want dat wilt u niet. Maar dat we het weghalen op plekken waar het de verering krijgt, waar het als het ware omhoog wordt getild. Maar dan wil ik eerst een gesprek of mensen ook snappen dat je niet, wij vereren niet de slavernij. Want dat is iedere keer wat ik zeg. Nee, maar als je iemand op een sokkel zet of een straatnaam of een tunnel, dan vereer je die persoon, die individu. De positieve bijdrage van in de geschiedenis, ondanks de negatieve kanten die er ook bij waren. Omdat je ook dat in de context van zijn tijd ziet. We zijn geen land van heiligen. We hebben echt ook wel behoorlijk wat op ons kerfstok. En dankzij voortschrijdend inzicht zien wij ze nu in een totaal historisch beeld. Ja, waar we ook zien zeggen dat de negatieve dan wel massamoordachtige kanten zijn die bij dat soort historische figuren horen. En dus geven wij het een andere plaats in de maatschappij dan op een sokkel of op een school of op een tunnel. Zou dat kunnen? Ja, alles kan uiteindelijk. Maar ik denk dat in deze gevallen dat niet nodig is. En ik denk, vind het ook een goed gesprek waard. Van waarom voelt iemand zich nu gekwetst? Door iets van eeuwen geleden. Dan draag je het met je mee of het helpt je om af te leiden van dingen waar je eigenlijk in je leven bezig nuttiger mee zou kunnen zijn. Maar als liberaal zou ik van harte moeten toejuichen projectie dat ieder mens zelf zijn gevoelens beheert en zeker heeft. En daar niet, dat we niet leed gaan voor vergelijken of gekwetstheid. Dat je zegt, jij bent jezelf en dat vind jij en dat mag je hebben. Ja, maar dat betekent dus ook dat iemand die zich gekwetst voelt niet automatisch daar recht aan kan ontlenen, dat de rest van de maatschappij zich daaraan aanpast.